Ja, en toch heb ik het gevoel dat er meer gelatenheid is en dat het niet zo'n grote schok is, omdat het ook al heel lang gonst van die geruchten dat er problemen zijn. Zowel familiaal als met de operaties van het bedrijf. Dat weinig mensen echt verrast zijn. Eerder gelaten. Je kan zelfs al een heel pak verder teruggaan in de tijd als je ziet dat die consolidatie in die bussector al veel langer bezig is. Destijds hadden we nog een andere producent in België, Jonkheren. Die is ook opgegaan in een grotere groep. Je hebt in Nederland een consolidatie gehad van die niche-producenten. De meeste zijn grote groepen. Hè. De Mercedes, Volvo, ja, we spreken nog niet over de Chinezen en dergelijke. Als je nu gaat kijken waar staat Van Hol, als men een sectoroverzicht maakt, dan wordt het soms zelfs niet vermeld. VDL, wat in Nederland is, is 10 keer groter dan Van Hol. Dat zou een goede kandidaat zijn om te kijken naar Van Hol. Maar vooraleer we ons daar begoochelingen over maken, die gaan ook wachten tot de financiële herstructurering achter de rug is. Omdat zij niet gaan een situatie die niet duurzaam is, die gaan zij niet overnemen. Dus daar moet niet alleen economisch een herstructurering gebeuren, maar ook financieel. En dan is het natuurlijk het moeilijke voor de overheid die onder druk komt om mee te doen, om zo lang mogelijk te wachten. Want er wordt gezegd 50 miljoen. Eigenlijk zit hier al in voor 35 en als je Europa meeneemt, al bijna voor 70 miljoen of misschien zelfs wat meer. Ja. Je hebt minstens 150 miljoen euro kapitaal nodig om dit te doen. Maar dan nog is het eigenlijk te klein. Dus ik denk dat we beter een realistisch plan afwachten en dan kijken hoe kan je dat faciliteren. Had dit vermeden kunnen worden? Ik denk het niet. Het is in feite een voortwentelende crisis al heel lang. Hè. Het is al voldoende gedocumenteerd, denk ik ook. Interne strubbelingen in de familie, strategische keuzes die niet goed waren. Het is een heel aparte case, zegt u, door het familiale aspect van het bedrijf ook. Dat zeker. En er zijn een aantal dingen die nu bovenkomen die al heel lang gemeld zijn. Het gaat over die strategische keuzes. Het gaat ook over de grootte van het bedrijf, nood aan versterking van het kapitaal. Dat is allemaal al lang geleden verteld, maar door het gesloten karakter is het nooit een publiek debat geweest. En daar kan je als overheid ook weinig aan doen, ook al staan er een paar duizend jobs op de helling op een bepaald moment. Ja, maar de overheid heeft daar ook, vind ik, geen rol. Je hebt al voldoende rol, vind ik, met het zorgen dat het flankerend beleid, alles wat in orde moet zijn, dat in orde is. En je mag ook niet aan de getroffenen beloven dat als ze een job verliezen die te maken heeft met het assembleren van bussen, dat je als overheid gaat zorgen dat die mensen terug bussen gaan maken. Want dat weten we uit het verleden dat niet lukt. En als wij tijdig gezegd hadden van ga eens elektrische bussen maken in plaats van te experimenteren met waterstof of weet ik wat dan ook. Dat hadden we niet moeten zeggen. Natuurlijk, in de elektrische bussenbouw zit België ongeveer op een 3% van het totale aantal bussen die we maken. Het gemiddelde in Europa is rond de 18%. Je hebt landen die daar veel meer vooruitstrevend zijn. Dan heb je Nederland bijvoorbeeld, die boven de 80% zitten van het nieuwe park dat geëlektrificeerd is. Wat ook maakt dat dan uw bedrijven die toeleveren daar ook een veel sneller en strategisch belang aan hechten. Dus in die plaatsingen zijn we laat. Elektrificatie van bussen is in ons land heel laat, terwijl dat we eigenlijk een goede omgeving daarvoor hebben. Wat denkt u, meneer Nuls? Ik denk niet dat dat het met centen alleen opgelost wordt. Er is een operationele partner nodig die vele malen groter is dan Van Hol. En die kan zorgen dat het bedrijf, bijvoorbeeld rond die componenten, rond een aantal zaken die ze zelf niet kunnen oplossen, bijvoorbeeld technologisch, een aantal zaken kan aanreiken, ook een bredere markt. En geld alleen gaat het niet oplossen, want dan denkt u dat iemand is het niet de laatste ronde. Denkt u dat iemand daar misschien zal in zien? Uiteraard. Dus het komt uiteraard, goed. Maar niet als het niet zijn normale gang gaat. En hoe hard dat ook mag klinken. Wat in de Verenigde Staten een chapter 11 wordt genoemd, dus met andere woorden een financiële herstructurering, is de beste manier om het bedrijf gezonder te maken. En anders gaat het de belastingbetaler enorm veel geld kosten. En uiteindelijk binnen een jaar zit u weer terug voor de volgende ronde. Ja, we hebben 2 weken tijd. Dat is natuurlijk ook niet veel. Hè? Dat is ook niet ernstig. Niet ernstig. Voor een probleem dat
meer dan 10 jaar duurt, is het niet ernstig om te doen alsof de overheid of iemand anders dat op 2 weken moet oplossen. Wie beslist dat eigenlijk? Is dat die crisismanager ook? Er is niemand die dat beslist. Het geld zal op zijn en dan is het op. En doen alsof dat dan de schuld is van de overheid of de banken, is niet ernstig. Je zag dit probleem heel, heel lang aankomen. Een financieel directeur die niet inziet dat op zeker moment, als je het kapitaal ziet verminderen van meer dan 160 miljoen naar 6 miljoen, waar waarschijnlijk je werkkapitaal volledig op is, dat je al moet dingen activeren op je balans, dat je de sociale zekerheid niet meer kan betalen en een aantal andere zaken, je leveranciers niet meer, dan moet je niet zeggen, voor einde maart moeten jullie dat hier komen oplossen. Dat zag je minstens 12 maanden geleden al aankomen.